Arriva verzorgde lange tijd de waterbus van Sint-Jobshaven naar Heijplaat. De gemeente Rotterdam wil dat het vervoer groener wordt. Maar dat kon Arriva op korte termijn niet regelen. Nu wordt dus de dienst overgenomen door de watertaxi. De boten worden dus kleiner en er is geen ruimte meer voor fietsers. Daarnaast wordt ook nog eens de route anders. In plaats van naar de Sint-Jobshaven gaat de boot nu naar het MH4-terrein bij Marconiplein. Dit kost de inwoners veel tijd. Per 2022, 1 januari, wordt het bereik van en naar Heijplaat drastisch naar beneden gehaald. Je kan omfietsen, dat kost je heel wat tijd, dus we hebben echt wel problemen. Vanavond komt in een buurthuis bij Heijplaat een groep bewoners bijeen om te bespreken wat voor acties ze moeten ondernemen. Wat jij zegt, we praten over zo'n 12 fietsen, 10 fietsen gemiddeld in die spitstijden. Dat is het ongeveer. Maar ja, het zijn er wel heel veel die. Er zijn al mensen die denken erover om weer te vertrekken hier en weer weg te gaan verhuizen, omdat ze het niet redden. Dus voor mij betekent het echt. Ik zou bijna zeggen, gewoon een overweging om te verhuizen en weg te gaan. En hoe zonde, want ik ben al Rotterdam uitgegaan uit de stad omdat ik nergens anders heen kon. Dus voor mij echt een drama. Ik kan mijn kinderen niet meer laten fietsen. Dat vind ik echt het allerergste. Zij kunnen gewoon niet meer zelf fietsen. Er is geen deelfiets voor mijn kind. Mijn dochter is 10, die fietst zelf, maar die kan ook niet achterop. Er moet veel meer urgentie opkomen. Ja. En dat ik eigenlijk hoop dat ook bijvoorbeeld door zoveel mogelijk studenten te porren om ook gewoon op het social media te gebruiken. En gewoon even zo te laten weten van, hé, wat gebeurt hier? Ik moet even een beetje... Iedereen moet wakker worden, want echt serieus, volgens mij, er zijn veel te weinig mensen die nu voor gaan. Ze gaan op een ander traject varen, waar Heijplaat dus helemaal... Ze gaan varen van RDM naar de Marconistraat, dus dat is het M4H-gebied. Dan word je eigenlijk gedropt in een gedeelte waar je dus niet wil zijn. Dan zullen er deelfietsen staan. Voor ons, of je kunt lopen naar de metro, dan ben je en meer geld kwijt en je bent langer onderweg om op je... En de kleine kinderen kunnen niet mee, die kunnen niet op een deelfiets. Er is geen deelfiets met kinderzitje. De boot, dat we ook op de boot samen met de waterbus een actie moeten bedenken waarbij we misschien de lijn de komende tijd stil gaan leggen of proberen om daarmee te laten ervaren van jongens, dit gaat het worden ook voor mensen die nog niet doorhebben.